Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Pearl Brunnings. We praten over een, eigenlijk uit een kunsttentoonstelling noemen. En het heet The Art Life of Rum. Het is in het afgelopen weekend in het Rumhuis georganiseerd. En Pearl Brunnings was een van de deelnemers van deze expo. Dus we maken vandaag een babbeltje met haar om haar ervaringen met ons te delen. En een kijkje in de kunstwereld van Suriname te nemen. What needs a little Q-time? Pearl, welkom in Q-time. Hoe gaat het met je? Oh, dat gaat goed. Ja. Dank je. Eigenlijk hoef je niet te introduceren. Hè? Ik bedoel, punt 1 kennen. Heel veel mensen hier, maar niet alleen maar de hele manier waarop je daar zit, met het kunstwerk achter je. Prachtig. Heel erg mooi. Kunst is een essentieel deel van jouw leven, zowel jouw privéleven als jouw werkleven. Laten we alvast daar wat meer over horen van jou. Oké, nou, ik ben sowieso een grafisch ontwerper van beroep. Ik heb een eigen bureautje met een aantal leuke klanten. Dat doe ik nu al 15 jaar, zoiets, denk ik. Dat ik het voor mezelf doe. En daarnaast schilder ik al eigenlijk sinds 2000. Ik heb toen lessen genomen bij Suki Iwadikoma en Charles Struikelblok, 4 jaar lang. En toen heb ik doorgeschilderd tot 2010, dus 10 jaar. Maar ik had kleine kinderen, het leven liet het even niet toe, dus ik ben 10 jaar gestopt. En ik heb in 2020 heb ik het weer opgepakt. En ik had niet door dat ik zo'n grote passie had laten liggen eigenlijk. Ik ben het helemaal gek op. En uiteindelijk neem ik het echt een heel groot deel van mijn leven in. Ik schilder toch niet dat elke dag. Ik ben sowieso elke dag met kunst bezig. Weet je, kijken, concepten bedenken. Ik ben de hele tijd ermee bezig. Dus ja, mijn leven bestaat voor een heel groot deel uit kunst. Schilderen en kunst, ja. Schilderen is dus is je passie. Natuurlijk, in coronatijd is de absolute tijd waar iedereen weer allerlei passies ontdekt. Dus dat is ook met jou gebeurd. Ja. En heb je toen direct weer een hele collectie geschilderd? Of ben je direct weer, of ben je gewoon à la dol begonnen? Of heb je gezegd van, ik ben nu 10 jaar ouder. Het leven heeft me 10 jaar verder gebracht. Dus nu pak ik het anders aan. Hoe heb je dat weer opgepikt? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben eigenlijk voorzichtig weer begonnen. ik begin voorzichtig. Maar ik heb de smaak zo snel weer te pakken. En ik heb gelijk. Ik heb heel veel schilderijen staan. Ik heb 30 staan of zo. Ik heb in de afgelopen 2 jaar, of 1,5 jaar dat ik weer begonnen ben, denk ik een stuk of 30, 40 schilderijen geschilderd. Ja. Klein, groot, maar alles. Oké. Very nice. Ja. Yes. Aardig bezig geweest. Waardoor laat jij je inspireren? Het leven zelf. Mensen, verhalen van mensen, verhalen van mezelf, ups en downs van het leven. Ik schilder eigenlijk veel meer vanuit mijn gevoel. Ik heb vaak niet echt een uitgedacht concept in beeld in mijn hoofd, maar ik begin meer vanuit, weet je, wat heb ik meegemaakt, wat heeft het me gedaan, wat voel ik daarbij, wat voor kleuren horen daarbij. En heel vaak komen de vormen dan vanzelf, terwijl ik bezig ben te schilderen. Okay. Dus het is echt heel abstract. Vroeger schilderde ik echt veel meer in vormen. Mm-hmm. Ik schilderde toen veel met vrouwenlichamen, veel gezichten. Dat was eigenlijk de stijl van toen, voordat ik stopte. Mm-hmm. Maar ik ben nu echt veel abstracter gegaan, omdat ik nou echt probeer wat ik voel op het doek te zetten. Wat ik voel of denk of meemaak op dat moment. Ja, en dan hoeft het niet per se in vaste vormen te zijn, maar eigenlijk wil je dat gevoel ook gewoon overbrengen en sharen met de kijker. Ja. Okay. Zonder dat ik het verhaal hoef te vertellen, want soms zijn het hele persoonlijke dingen, ook van mezelf of aan een verhaal dat ik hoor. Hè? Ja. En ik kan dus niet altijd het verhaal vertellen. Nee, tuurlijk. Maar dan wil je dat dus wel in emotie. Oké. Very nice. Ik ben blij dat je het weer hebt opgepikt. Dus we mogen wel weer leuke dingen verwachten van jou. Je hebt een afgelopen weekend heb je meegedaan aan Art Life of Rum. Dat was een activiteit in het Rumhuis, hè? Het is natuurlijk, corona is weer een soort van half voorbij. Let's keep our fingers crossed en hopen dat het zo blijft. Dus dat wil zeggen, het pikt wel weer een beetje op. Maar in welk kader is deze tentoonstelling georganiseerd? Nou,
Dus een samenwerking geweest van het Drumhuis en van de Nationale Kunstbeurs, Stichting Nationale Kunstbeurs. Het is nu namelijk zo dat de Stichting Nationale Kunstbeurs, die weet wel, elk jaar was de N-kader, weet je. En dat is er nog steeds, maar door COVID hebben ze het concept anders moeten aanpakken. En doen ze het dus nu virtueel. Dat is eigenlijk een website waar dus alle deelnemers hun kunst op staan. Maar natuurlijk is het ook prettig. Soms willen mensen die kunst ook gewoon echt kunnen zien. En in het kader daarvan doen ze dus dan af en toe een pop-up event. En dit keer was het dus in het Drumhuis. Dat is de tweede keer dat ze het Drumhuis deden. En voor deze specifieke avond, afgelopen vrijdag, was ik een van de geselecteerde kunstenaars. Omdat ik dus ook meedoen aan de kunstbeurs. Was ik dus met vier andere kunstenaars geselecteerd om aan de pop-up van afgelopen vrijdag mee te doen. Oké. Dan hadden we elke drie kunstwerken daar hangen. Ik had eentje zelf staan, dat was heel groot. Het kon niet hangen, dat was Ja. groot en zwaar. Maar iedereen had drie kunstwerken en het was echt goede opzet, goed Ja, geslaagd. oké. In 2020, toen corona kwam en dus de kunstbeurs virtueel is gegaan, heb je toen toch ook wel meegedaan aan die edities? Van de Ja, kunstbeurs? de digitale versies, heb je meegedaan? Ik Nee? heb voor het eerst meegedaan aan de kunstbeurs. Oh, Ook oké, vroeger wauw. heb ik Nooit nooit gedaan. gestopt, heb ik ook nooit aan meegedaan. Oké. Maar ik vond het echt ook, weet je, ook dat, wat mij ook heel erg trok was inderdaad het feit juist dat het ook virtueel is. Omdat je dan een veel groter publiek bereikt. Klopt. Weet je, niet Maar ja, alleen de je mensen wil die het wel komen. beleven, hè? Je wil het wel zien. Je wil wel weten hoe groot het is en zo. Ja, ik heb toch het idee dat het je anders doet wanneer je ervoor staat. Ja, klopt. Dus je hebt echt voor het eerst meegaan aan de Nationale Kunstbeurs. Dat is voor je. Oké, okay, very well. Congratulations. Dank je Ja, nee, wel. oké. Okay. Hoe heb je het ervaren? Nou, ik moet zeggen, kijk, natuurlijk, net wat jij zegt, het is geen echte live plek waar je staat met je kunst, behalve dan nog zo'n pop-up. En ook een, ik weet niet of je Chismar kent, maar die hebben ook een keer een soort pop-up voor me georganiseerd in hun bar. Van een week ongeveer met kunstwerken van me, waaronder ook de werken die meedoen aan de Nationale Kunstbeurs, met hun toestemming uiteraard. Ja. Die gingen daar ook. Dus het meedoen aan de virtuele beurs is natuurlijk spannend, maar je hebt geen idee hoe de kijker erop reageert. Je hebt geen idee, want ze zitten vanuit hun huis of vanuit ergens op hun telefoon te kijken. En je voelt de comments niet, je voelt de sfeer niet. En daarom zijn die pop-ups zo vreselijk prettig, omdat je daar inderdaad interactie hebt met de kijker en dat je ook echt daadwerkelijk wordt gevraagd om uitleg over je schilderij. Een leuk babbeltje kan maken en echt de reacties ook echt kan peilen. Dus dat is wel leuk. Weet je toevallig vooruitlopend als de kunstbeurs dit jaar wel weer fysiek wordt gehouden? Als het zo doorgaat, lijkt het me Ja, wel. oké. Daar is nog geen officieel besluit over genomen, dus. Voor zover ik weet Nee. niet. Echt Oké. voor het stichtingsbestuur. Oké. Welke werken van jezelf heb je geselecteerd en waarom om mee te nemen naar het Drumhuis? Ik heb met vijf mee aan de kunstbeurs. En we mochten eigenlijk drie werken daar tonen. Nou, sowieso is er één waar eigenlijk alle vijf werken die meedoen aan de kunstbeurs, die zijn allemaal daaruit ontstaan. Dus die moest ik daar neerzetten voor mijn eigen gevoel. En dat was, dat heet Revisited the Messenger. Nou, dat is een heel groot werk. En die moest er sowieso bij, want eigenlijk, wat ik je zeg, de vier anderen die daarna kwamen, zijn allemaal ontsproten uit dat werk. En ik moest ook kiezen op basis van ruimte, want van twee anderen die erbij horen, die waren ook zo enorm, met een enorm zware houten lijst. En de ruimte was beperkt. Plus we moesten gaan hangen aan panelen. En ja, die grote zware houten lijsten, die zouden hele panelen omver laten vallen. Dus heb ik op basis daarvan twee andere werken, de twee overige werken, zeg maar, die ook daaruit voortvloeiden, die niet ingelijst waren, die wat kleiner waren. Ja. Dus ik heb op basis van, niet alleen op basis van wat ik graag het best liefst wilde presenteren, maar ook op basis van praktisch. Weet je wat praktisch was? Ja. Heb ik ook Oké, okay, maar gekozen. ja, je hebt daardoor misschien mensen nieuwsgierig kunnen maken om bij je langs te komen om zelf ook weer de andere werken die erbij horen te bekijken. Ja, toch? Er komen daadwerkelijk morgen en zaterdag hebben we afspraken met Ja, mensen die oké. langskomen Okay. Heel om goed, heel goed. te Is het een, kijk, als je kunstenaar bent, dan is het natuurlijk altijd wel fijn als iemand je werk wil kopen. Ja. Nou, zal het natuurlijk niet per se je
hoe zeg je dat, je main bron van inkomsten zijn, maar het is altijd wel fijn. Heb je iets verkocht tijdens Ja, ik heb ja, aardig wat SAP-runner? verkocht. Tijdens de beurs nog niet, maar ik heb al aardig wat verkocht vanaf ik weer begonnen ben. Oké. Ja, tijdens de beurs nog niet. Ik had wel een paar geïnteresseerden, maar wat je dan vaak krijgt is dat, weet je, de ene, de getrouwde stellen, de ene wil het wel, maar de andere wil het niet. Dus dan krijg je dat soort dingen. Maar er waren wel mensen, vooral in het grote stuk, die echt eigenlijk op het punt stonden om te kopen, maar weet je, rekening moesten houden met de ander. Maar ja, het komt goed. Zeker weten. Ik heb een laatste vraag voor jou. Je beschrijft natuurlijk die grote kunstwerken die in die zware houten lijsten zijn. Maar wil je met ons delen vanuit welk verhaal of welke gebeurtenissen in je leven die ontsproten zijn? Dat is eigenlijk een beetje, ja, ik wil niet een beetje mystiek gaan klinken. Maar, nou, als dat de oorsprong is ervan. Ja, nee, ik heb jaren geleden, in 2001, toen ik dus eigenlijk pas een jaar schilderde, heb ik een keer een gezicht geschilderd dat gewoon aan me verscheen. Alsof ik het, weet je, ik moest hem schilderen. Een beetje een maskerachtig gezicht met eigenlijk geen ogen, of wel ogen, maar heel donker. En ik had het gevoel alsof het wel, ik kreeg zelf een beetje het gevoel van iemand uit de oudheid die een boodschap wil brengen. Ik kan het niet beschrijven, dat is gewoon het gevoel dat ik er week bij kreeg. En dat schilderij is toen verkocht. Het was een, niet zo'n hele grote, maar ook niet heel klein. Maar in 2021 kreeg ik weer het gevoel dat ik hetzelfde gezicht moest schilderen, maar dan in de stijl van nu. En dat heb ik dus ook gedaan. En toen ik hem eenmaal geschilderd had, toen in de omgeving waren er bepaalde andere delen die mij zelf heel erg aanspraken. En die heb ik dan weer uitvergroot gebracht op andere doeken. Waardoor je, weet je, dat je had geen gezicht meer op, maar meer die abstracte delen die naast hem, om hem heen te zien waren. Maar dat ook eigenlijk een ander deel van hem uitmaken, of van zijn omgeving uitmaken. Ja. Dus daar heb je dus revisited, omdat I revisited him, weet je? Revisited, en tussen haakjes de Messenger 2021, want hij heette de Messenger in 2020. Ja. In 2001, sorry. Ja. Mm-hmm. En de andere die zijn, dus heb ik gewoon traces en tracks, maar de traces en tracks zijn uit dat verhaal. Ja, oké. En ja, daar kwam weer, dat evolueerde weer in twee andere stukken die dus vrijdag hingen. En die, dat zijn stukken waar dus eigenlijk bijna hetzelfde principe, maar toch iets meer geëvolueerd weer in iets anders. Mm-hmm. Waar die schilderijen heel diagonaal omhoog gaan, waardoor het ook aan een ascension, weet je, een opstanding herinnerde. En die heb ik dus ascension 1 en 2 genoemd. En die hingen er vrijdag. Goed, we kijken uit naar de foto's. Het klinkt inderdaad heel erg spannend. Maar goed, je hebt een tipje van de sluier gelegd. Dus de mensen die geïnteresseerd zijn, die moeten je even opzoeken. En langskomen, afspraken maken, naar je werk op zoek. En hopelijk... Ik wil nog even aangeven, dus die houten lijsten die zijn gemaakt. Die zijn niet, ik heb niet zomaar die lijsten gegeven aan, weet je, maar ik zet een lijst voor me ergens. Mm-hmm. Het is dus ook iemand die zelf, eigenlijk een houtartiest, iemand die heel erg goed is met hout en met zijn handen. Iwa Woodworks heet zijn bedrijfje. Mm-hmm. En hij zag mij werken en zei van, hier wil ik heel graag iets mee doen. Leuk. Hier, ja. Weet je, en dat heeft hij ook. Ik heb het hem ook helemaal, ik heb hem die werk gegeven, hij heeft het tot ze laten doordringen. Dat om laten spreken. En toen heeft hij daar hele aparte lijsten voor gemaakt. Die mooi meespelen met het geheel. Van kurk, Surinaams hout en van kurk ook. Heel mooi. Leuk. Klinkt heel spannend. Ja. Laten we kijken of ze daar ook een foto van kunnen inschuiven voor de mensen die kijken thuis. Om zelf vast ook een beetje in de mood te brengen. Perol, fantastisch dat je weer bent begonnen met je passie. Heel erg veel succes ermee. Kijken er naar uit, of op de kunstbeurs, of misschien een keertje een eigen expositie. Maar ik zou zeggen, stop deze keer niet meer. Dit is het, oké? Okay? Nee, nooit meer. Echt niet. Oké, geweldig. Dankjewel voor het gesprek. Oké, jij ook bedankt. Ja hoor. Bye. Thank you. Doei. Aanstaande maandag gaat mijn nieuwe website live. www.hexart.sr. Ik zie je daar. What we need is a little cute time.
Dat was het gesprek met Pearl Brunings. Zij is kunstenaar van niet alleen beroep, maar ook in haar hobby. Is aan het schilderen. En ze heeft onlangs meegedaan met een expositie Art Life of Rum. Zoals ze het zelf uitlegde, was dit een van de pop-up activiteiten die de Nationale Kunstbeurs organiseert. Tegen de achtergrond van coronatijd. Alleen maar virtueel moeten zijn. En kunst is toch iets dat je moet beleven. En dan is dat de ultieme methode om dat te doen in een klein gezelschap, waar Pearl een van de 5 deelnemers was het afgelopen weekend in het Rumhuis. Meer weten over Pearl, Pearl Brunning, zoek erop op social media en dan kom je bij een hele mooie wereld van allemaal prachtige kunstwerken die zij heeft gemaakt. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.